En Stee, hi. Hi. Wat ontzettend leuk om je op deze manier te ontmoeten. Nou, is gelijk. En dat we in elkaars wereld gaan duiken. En om de overeenkomsten te zien en te voelen van dansen en koken. Ja. Lijkt heel ver uit elkaar te liggen, maar misschien valt het dus wel mee. En ik ben ook wel benieuwd naar de geheime kneepjes van het vak van jou. Ik heb er zin in. Ik heb ook heel veel zin Let's go. Hoe begint zo'n choreografie? Het uitgangspunt wat ik nu dan even neem is de solo De Stervende Zwaan. Die is heel lang geleden gemaakt voor Anna Pavlova. Dat is een soort van iconisch, solo die elke ballerina wil dansen. Het mooie daaraan is dat je er wel je eigen sausje overheen kan doen. Waarom ben jij gaan dansen? Ik ben ooit gaan dansen omdat ik het zo mooi vond dat er niet gesproken werd. Oh. Ik was heel verlegen als kind, echt extreem verlegen. En ik vond het zo mooi dat ze iets vertelden zonder te praten. Heel expressief kunnen zijn, maar niet iets te hoeven zeggen. En wat onderscheidt dan de perfecte ballerina? Het is coördinatie, musicaliteit, wilskracht, gewoon fysiek talent. Je moet natuurlijk ook wel een beetje opgewassen zijn tegen de wereld en heel hard leven, heel hard trainen. En geluk. Je moet natuurlijk ook het geluk hebben dat mensen in je geloven en denken, oké, zij is een ster en zij moeten al die rollen krijgen. Nou, want het is dus wel een ster. Je hebt een bepaalde allure eigenlijk. Ik denk echt dat ik gemaakt ben om te dansen. Perfectie, een natuurlijke vorm van uitstraling. Is dat haalbaar? Ik denk dat als je het ziet, dat je weet dat het is. Uitstraling kan je ook niet aanleren. Nee. Dat heb je of dat heb je niet, de X-factor. Dat is gewoon natuurlijk een feit. Je kan daar natuurlijk wel aan werken. En als ballerina, door al die balletten te dansen, heb je natuurlijk een bepaalde manier van jezelf presenteren. Maar dat is natuurlijk niet allure. Allure is, vind ik, heel lastig uit te leggen. Je hebt dat of niet. Ja. En als het doek open gaat en je ziet iemand staan, dan denk je, oké. Of niet. Het is een aura om iemand heen die je dan wel of niet ziet. Wauw. Het ontroert me echt en ik vind het heel inspirerend om te zien. En ook in een soort herkenning van overgave, van jezelf verliezen. Ja. Dat voel ik ook bij koken. En ik hoop eigenlijk om te kijken, van, zie jij daar diezelfde overeenkomst? Voel jij dat ook? En daarom wil ik hier heel graag de keuken mee innemen. Heel graag ga ik mee. Mooi. Dan trekken we even wat anders aan, vooral voor jou. Een koksbuis en dan neem ik je mee. Leuk, hartstikke leuk.